Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober organiseerde Jeu de Boer aan de Galgweg in Haarsterswoude een open boerengolftoernooi. Bijna 50 teams streden in verschillende klassen om het Open Nederlands Kampioenschap Boerengolf 2011. Het was het hele weekend fantastisch weer. Dat lokte veel mensen naar Jeu de Boer. Op het terrein was verder ook nog van alles te beleven. Zo was er een markt met streekproducten. Boerengolf lijkt veel op het gewone golf. Alleen is de stick een klomp aan een stok. De bal is groter en het gras is hoog en onregelmatig. Er zijn ook nog veel sloten waarin de bal terecht kan komen. En meneer Wening, volgens mij bent u de uitvinder van dit spel. Ja, dat klopt. We hebben ruim 10 jaar geleden uitgevonden. En u kunt hier nu zien wat het resultaat is van 10 jaar ontwikkeling, boerengolf. Sport, cultuur? Alles denk ik. Heel veel mensen vinden het leuk om te doen. Het is sport, maar het is nog niet omgeven met veel poeha. Het gaat er gewoon om wat sport altijd wil zijn, bewegen. Je krijgt een winnaar en gezellig met elkaar leuke dingen doen. Als je het nou vergelijkt met gewoon golf? Ja, het is heel grappig om te zien dat bijna net zoveel mensen dit jaar in Nederland boerengolf spelen dan golf. Alleen niet zo vaak natuurlijk, het is vaak maar 1 keer en in de recreatieve sfeer. Maar het geeft wel heel veel plezier en ik denk dat de overeenkomst is met golf, denk ik. Maar verder is het natuurlijk een hele andere wereld. Golf hangt heel veel status omheen en bij boerengolf is dat nog tegenovergesteld. Het is gewoon zoals het is, heel toegankelijk, heel gewoon en waar het eigenlijk voor bedoeld is. We gaan schuin, 2 sloten. Het was voor het eerst dat het Nederlands kampioenschap in het westen van het land werd georganiseerd. Dat was een hele klus. Helma van der Lauw van de organisatie vertelt erover. Ik heb het gevoel dat de sport populairder in het oosten en noorden is dan hier in het westen van het land. Ja, dat klopt inderdaad. Vandaar dat we erg blij zijn dat wij nu hier de kampioenschappen mogen organiseren. Misschien dat het hier ook een boost geeft om ook hier die competitie op te gaan zetten en het in Zuid-Holland ook wat onder de aandacht te brengen. Ja. Ik heb begrepen dat het wel een lastig parcours is met al die sloten. Klopt, het noorden en Drenthe, Groningen, daar is heel weinig water. En dit zijn toch smalle percelen met veel sloten. Er komt nogal eens een balletje uit het water zeilen, ja dat klopt. Het gaat erin, het komt eruit. Bij de heren werd Dream Team 38 uit Ammerzoden kampioen. De winnaar bij de vrouwen werden de klompengieters uit Utrecht. En de eerste prijzen bij de jeugd ging naar Irgarten uit het Duitse plaatsje Vreden. Volgend jaar weer organiseren? Als het goed is wel. We hebben dit zeker ook met het idee in ons achterhoofd om het volgend jaar weer te gaan organiseren. We hebben heel veel goede suggesties gekregen, opbouwende kritiek. Dus ja, daar gaan we mee aan de slag en de weergoden nemen we mee naar 2012. Boerengolf wordt op de kaart gezet in Zuid-Holland. Helemaal en zeker wat er allemaal deze dag bezocht is en gedaan en de entourage eromheen. Boerengolf staat op de kaart.